netjes. Ik denk dat ik een keer of 3, 4 per jaar als tweede arts bij een voor-euthanasie wordt gevraagd. En ik denk dat ik een keer of 3 tot 4 per jaar zelf euthanasie doe. Nu al een stuk minder. Ja. En elke keer denk ik, ik moet nu gaan, maar dan komt het er gewoon niet. Dan kan je wel. Eventjes naar mijn vinger kijken als je wil. Hij is wel lief, hè, Elia, zo. Ja, lief, maar altijd ziek. Dat is natuurlijk... Altijd ziek, hè? Hé, hey, ik ga even luisteren, Elias. Mag dat eventjes? Ja, ik ben bang misschien straks hij wordt gebroken. Het is zo onder longontsteking of zo. Onder... Dat is niet zo weer... Ja. Nou, dat snap ik. Dat is ook vervelend, hè? Ja. Schiet wel lekker op met je, hè? Ja. Klein 3,5 week, dus... Hoeveel? 3,5 week. Nu nog? Nog. Ja. Krijg je een beetje last ervan? Of... Ja, een beetje last van steken onder in mijn buik. Zeg maar, een beetje als zijkant. Ja, ja. Wordt die af en toe hard? Ja. Ja, de buik? Beetje... Voel je het bewegen? Ja. Het klinkt allemaal prima, het heeft het goede harttoon en zo, het is een beetje aan het indalen, dat gaat ook prima. Het is ook los, het zit vast, het hoofdje zit vast in de bekkeningang. Ik denk dat je er niet ongerust over hoeft te zijn. Hij heeft meer dan eens gevraagd om een eind aan zijn leven te maken. En de arts was bereid om hem te helpen. Vraag van de arts... Wil je echt dat ik je laat sterven? Als dat je wens is, zeg het. Maar als je twijfelt, zeg het dan ook. Ik zal naar huis gaan en weer terugkomen als je me roept. Het huis van Kees en Antoinette. Hij was toen nog in goede doen. Samen met Antoinette runt hij jarenlang een eethuisje in Amsterdam. Maar dan openbaart de ziekte zich. ALS. Een spierziekte die het begin is van een kort, maar hevig aftakelingsproces. Het is voor mij natuurlijk ook een soort noodkreet, want wat kan ik die man anders bieden? Niemand kan hem wat anders bieden. Je kunt hem schitterende apparatuur geven om... dat hij zich verstaanbaar kan maken met een typemachine of met een beeldschermpje. Je kunt hem de prachtigste rolstoel geven die er is, maar uiteindelijk
ja, is het pappen en nat houden, maar je kunt hem niks daadwerkelijks bieden. Want er is geen remedie tegen die ziekte. Het valt niet te genezen. Het is niet te genezen, nee. En hij, ja, hij zal het echt moeten doen met wat hij heeft. Het betekent dus eigenlijk dat hij geen enkele keuze heeft, dat hij doodgaat. Nou, dat weet hij. Lopen gaat niet meer. Voeten en benen zijn verlamd. De rechter schouder en arm kan ik nog maar nauwelijks bewegen. Als hij wordt aangeraakt, begint hij opeens te huilen. Emoties komen ongeremd. Zou hij normaal zijn verdriet hebben weggeslikt, dan komt nu het huilen met golven tegelijk. Ik kom er helemaal niet uit. Hallo, Daisy. Hi. Je moet eigenlijk een linkerhand geven. Ben je nou al in een rolstoel, jongen? Ja, een echte. Het is heel hard gegaan. Ja. Hij is een paar keer gevallen. En anderhalve week hebben we deze nu. Hij kan ook niet uit de stoel komen meer. Maar hij heeft wel zijn rijbewijs gehaald. Ja, dat is een grap. Ja, dat is ook een grap. Dat is een grap, Kees. Maar hij gaat nog wel achteruit. Ja, want ik schrik ervan. Ik heb je nu 2,5 weken gezien, denk ik. Ja. 2 of 3 weken. Ja. Ik heb een brief gekregen van de neurologen. En die, ik heb gezien dat zij uitdrukkelijk daarin staat, of heeft geschreven, dat je beslist niet wil worden opgenomen. Hij wil niet naar het ziekenhuis. En ook niet aan de beademing. En ook niet aan de beademing. Dat wil hij niet. Nee. Want dan wordt hij een kasplant. Je zegt, ik wil beslist niet beademd worden. Ik wil beslist gewoon wat dat betreft zelf het recht in eigen... Ja. Het recht, dus aanhalingstekens, maar zelf beslissen wat ik... Ja, het beste hier. En het kan het beste hier. Hij weet niet wat ze in het ziekenhuis gaan doen, toch nog. En hij is dan ook bang dat hij dan niet zijn beslissing kan kenbaar maken. Je zegt van, ik wil weten waar ik zelf... Ik wil het zelf beslissen. En je bedoelt daarmee, als ik je goed begrijp, van ik wil zelf beslissen het moment waarop ik wil stoppen met leven. Ja. In december was het sterker dan nu. In december was het sterker dan nu. Ja. Hoewel ik het nu veel minder kan. Omdat je nu veel minder kan. Ja, maar ik heb nu een beetje... Het is nu een beetje stabiel. Maar ja, de volgende grens kan de laatste. De volgende grens kan de laatste grens zijn. Ja. Maar hij verlegt het steeds een beetje. Ja. Ik merk gewoon, die paar weken ben je zo achteruit gegaan. Ja. Dus ik denk wel dat we... Wil ik formeel alles in orde maken voor een eventueel euthanasie, hè? Als je dat... echt het moment daar is dat je dat gaat vragen, dan zal er wel een moment komen, en ik denk dat dat nu wel dichterbij komt, waarop je echt het formele deel, waarop we dat in orde moeten maken. We moeten er niet mee wachten. We moeten er niet mee wachten. Want het slikken is ook moeilijk. Ja, het slikken gaat ook moeilijk. Ademhaling gaat erg achteruit. Ja. Die spieren verslappen ook allemaal. Ja. Dus... Mijn voorstel zou zijn om, om wel dan een, in ieder geval de tweede arts te gaan vragen dat die nog met jou kan praten zoals ik dat nu nog met jou kan. Maar ik weet niet of dat over 3 weken nog kan. Het is heel goed om een tweede arts nu al laten komen. Ja. Moet er niet mee wachten. Je mag niet mee wachten. Nee. Je bent verdrietig, Kees. Nee. Ja. Ja, ik kan met een zakdoek. Hé. Hé, joh. Hé. Hey.
Nou. Je hebt een zakdoek, mama. Nee. Nou, het beste maar even laten. Oh, je hebt al een zakdoek. Nee, ik heb al een zakdoek. Even wat anders bedenken. Anders blijft het zo. Nee, het gaat wel zo. Wacht maar. Het is toch ook logisch. Het zijn wel de meest essentiële beslissingen die hij neemt. Nou, ik vind hem, persoonlijk vind ik hem verschrikkelijk flink, hoor. Dat is hij ook. Ontzettend flink. Ja. Dat is hij ook, maar het is dit. Ja. Ja, dat heeft hij ook niet onder dwang, hè, emoties. Nee. Jawel, maar dat is, heeft toch niemand onder dwang op dit moment? Gaat, Ik denk dat iedereen die in 2-3 weken tijd zo achteruit is gegaan zoals jij, toch, die is toch verdrietig? Dat kan toch niet anders? Die gaat toch door de grond? Er wordt je iets gevraagd en ik heb voor mezelf het gevoel dat ik dat moet honoreren. Ik denk dat je dat als ik dat niet doe, dan laat ik de patiënt in de steek. Nou, en dat is iets wat ik, laat ik het anders zeggen, niet de daad op zich. Ik geloof dat ik daar nooit over getwijfeld heb, maar wel over het feit wat je als mens van ben ik nou zo geschift, ben ik nou zo gek dat ik een mens kan doodmaken? Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat, hè? Je hebt toch een. Door je vak word je ermee geconfronteerd en worden de dingen aan je gevraagd. Ja. Als iemand doodmaakt, is toch iets. Is iets wat inderdaad heel. Heel vergrijpend is. En dat. Nou, dat. Dat knaagt wel, ja. Rossig, hè? Ja. Als ik zo. Is je man een beetje rood? Nee, helemaal niet. Ja. Maar ze is heel rustig. S'nachts ook slaapt ze behoorlijk door. Dus dan komen we ook wel een keer aan onze nachtrust toe. Ja. Dat is heel lief. Ja, het is wel mooi. Die handjes zijn zo mooi, hè? Ja, daar kun je uren naar kijken. Ja. Ja. Arm is het eerste begonnen. En toen de benen. En toen de benen. Heel snel. Ja, en nou die andere arm, de schouders. Ja. Eigenlijk doet nu alles pijn. De buik. De spraak vindt hij het ergste. Ja. Ja. En de bewegingen. En de bewegingen, zeg je dat? Ik kan hem niet bewegen. Hij kan zich niet bewegen. Maar als het zo dan beter. Als het zo snel blijft gaan. Ja. Dan komt het einde. Dan komt het einde snel. Datum. De datum. Maar misschien is het misschien prettig voor u om te weten waarom ik
echt hier ben en dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een euthanasie volgens de wet. En dat is, u zou eigenlijk aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. En die voorwaarden zijn dus een uitzichtloos lijden en een slecht afloop van de zaak en een herhaald verzoeken om euthanasie op het moment dat u verder het leven onaanvaardbaar vindt. En u voldoet uiteraard aan een aantal voorwaarden daarvan. U heeft een ziekte die ongeneeslijk is, die op korte termijn de dood zal veroorzaken. En die, als je niet ingrijpt, een zeer ernstige vorm van doodgaan zal bewerkstelligen. Met eventueel stikken erbij. Geslaagd te zijn. Hij is geslaagd. Geslaagd voor het examen. Voor het examen. Vindt u het goed als ik uw eigen geschreven verklaring erbij pak en aan u voorlees? Om te kunnen, dat u kunt bevestigen dat dat de bedoeling was? Ik zal hem aan u voorlezen. Hij is gedateerd 14 januari 94. En er staat ondergetekende Cornelis van Wendel de Joden, geboren 3 maart 1931, verklaart hierbij uitdrukkelijk om euthanasie te verzoeken in het geval dat het lijden ondraaglijk wordt. Door u ondertekend, C. van Wendel de Joden. Let me dit achter. Staat hij nog steeds achter? Mooi. We worden somberder. Het onderwerp is bekend en dus de stemming erg deprimerend. Het is moeilijk om ons daarvan los te maken. We beginnen last te krijgen van verstijving, verlammingen van mijn lippen en tong. Maar het ziet er naar uit dat we deze maand halen. Ja, goedemorgen. Ja, even over meneer Van de Wendel, hè? Waar ik je... Dan wist je al dat je zou bellen, denk ik zo'n beetje. Je hebt van hun gehoord dat dat we dus bezig zijn met een stuk stervensbegeleiding. En ik wou eigenlijk aan jou vragen wat in de eerste plaats... Je bent het met me eens, denk ik, hè, dat we geen enkele therapie meer... Er is geen enkele therapie voor ALS, nee. Nee. En gezien ook de snelheid van de aandoening. Ja. Ja, het gaat ontzettend snel bij hem, hè? Heel erg snel, ja. Wat ik je ook wil vragen, als ik euthanasie ga doen, als dat gaat gebeuren, ik weet niet wanneer dat is, want dat geeft hij natuurlijk aan. Maar heb je nog over de medicatie bepaalde ideeën? Bijvoorbeeld, meestal doe ik het zo dat ik hem een slaapmedicatie geef, een fenobarbital of zo, intramusculair. En als hij heel diep weg is, dan dat ik dan met een curare middel werk. Ja. Nee, er zijn ook weinig andere methoden in, ja. In dit geval zeker niet. Zoals bij meneer Van Wendel thuis zouden willen doen. Nee, oké. Okay. Nee. Maar het is wel jammer, hè, dat zo gaan met die man. Heel erg jammer. Ja. Het is meer omdat hij zo sterk is en zo reëel. Akkoord. Ja. Nou, ik ben hier heel dankbaar voor. Okay. En ook voor de begeleiding sowieso. Prima. Nou, in ieder geval bedankt. Oké. Okay. Ja? Daar. Ja. Nou, je hoort, het is in ieder geval duidelijk voor mij dat het beleid wat we tot nu toe hebben ingezet, dat het goede beleid is. Oké. Okay. Nou, het is voor mij duidelijk. Dan ga ik weg.
Bent u een gelovig mens? Ja, gelovig in, niet dat ik naar een kerk ga. Maar wel... Er is wel iets. Ik probeer wel te voldoen aan een soort opdracht die ik heb van... je moet het proberen het leven wat van te maken. Je moet het proberen er iets zinnigs mee te doen. Maar een van de 10 geboden, gij zult niet doden, spreekt u niet aan? Nou, ik ben niet van plan om straks met mijn oesie een aantal mensen neer te gaan maaien. Nee, ik zou er niet aan moeten denken. Dus ik, in die zin vind ik, is doden voor mij echt het ergste wat je kan voorstellen. Maar dat is natuurlijk een heel andere orde van grootte als dat ik als arts mensen begeleid en zorg dat ze niet te lang lijden of niet langer lijden dan zij zelf willen. Want daar gaat het om. Dat is natuurlijk wel wat anders. Is het ook uw ervaring als men van u hoort dat u wilt helpen als het zover is, dat mensen daardoor juist langer blijven leven? Ja, zeker weten. Ik ben ervan overtuigd dat je door met mensen een contact te krijgen, dat ze weten dat ze aan mij kunnen vragen wat ze tot waar ze willen. Dat ik niet stiekem morfinepreparaat of zo ga geven, maar dat ze dat we dus die verschillende stadia van pijnbestrijding samen doorlopen. Dat geeft een enorm stuk rust. En dat dan denk ik dat wat ik regelmatig meemaak is dat zo'n euthanasieprocedure in feite wel al is afgerond, maar dat dat helemaal niet gebeurt. Dat iemand toch op een normale manier tot het laatste toe doorvecht en doorgaat tot ze overgeven. Maar dan denk ik veel langer geleefd hebben, mede door het feit dat ze wisten dat ze een beroep konden doen als het te gek zou worden. Daar hoeven ze niet meer bang voor te zijn. De mogelijkheid van euthanasie is voor mij al maanden een troostrijke gedachte. Dat houdt je op de been. Figuurlijk, want letterlijk is daar geen sprake meer van. Het helpt ook bij het verleggen van mijn grens. Alle beslissingen kun je nog nemen. En alles wat er te regelen valt, kun je afhandelen. Er is alleen een groot gewetensvraagstuk. Hoe ver kun je gaan in het vragen van de opofferingen van je partner? Voor haar is het een uitputtingsslag. Hallo. Ja. Zo, hey. Kom verder. Je hebt de zaak goed voorbereid. Je hebt de second opinion al gehad van de andere arts. Ja, ik heb de tweede arts is geweest. Nou, ik heb alles wat ik heb het met alles wat juridisch zo hoort, dat heb ik, ja. Dat is voor elkaar. En het is nog niet zo dat hij nu vandaag of morgen zal overlijden, maar ik wil het wel nu in huis hebben, want dat ik geen onverwachte dingen krijg. Ja, ik begrijp het. Ja, ik vind het heel onwezenlijk, want ja, de man is helemaal niet bekend in de zeg maar farmaceutische historie. Die man heeft praktisch geen geneesmiddelen gebruikt. Nee, dat klopt. En toch in één keer zo wegzakken. Ja, het is heel, wat dat betreft gaat het allemaal heel snel. Maar ja. Ik. Waar ben je? Ik probeer. 3 maart halen. 3 maart halen. Hij probeert 3 maart halen. Dat ben ik. Ja. Want het is die jarig. En zo heb je iedere keer wel een datum van... alleen weet ik de volgende datum. Waar je ergens aan herinnert. Dat zit ik te denken, maar... Dat hoor ik dan nog wel van je. 3 maanden nog verder. Nou, 3 maanden is 2 weken, 3 weken. Dus ik weet niet wat die voor plan is, Venus. Nee. Dit is het slaapmiddel. Dat zijn 2 ampullen. Ja. Dat is ruim voldoende. 1 ampul is zeker genoeg. En dit is de spierverslapper. Ja. Daar heb je ook aan
één ampul zeker voldoende. Maar als je er twee neemt, dan zou je wat dat betreft zeker geen problemen krijgen. Ja, perfect. Ja, want men raadt dit aan, hè, Olofarine, in plaats van Curales, wat ik vroeger veel gebruikte. Ja. Maar dit zou betrouwbaarder zijn. Ik heb met een ander nooit problemen gehad. Maar Nee, ik heb ook gelezen dat dit de laatste tijd de voorkeur verdient. Ja, dus daarom doe ik het. Ja. Kees, wat betekent in deze toch moeilijke situatie Antoinette voor jou? Alles. Zonder haar zou je het geen dag meer vol kunnen houden. Antoinette, wat betekent Kees voor jou in deze situatie? Heel veel. Ik voel dat het weer van me afgepikt wordt. Ja. Nou, hij kan zich natuurlijk niet uiten meer, hè? Het gaat van het ene in het andere. En ook omdat hij niet kan communiceren, is het heel moeilijk om het over te brengen. Dat doet hij dan nog wel met een dagboek, maar ja, het is toch iets anders. Maar daar kan ik wel veel gevoelens uithalen, dat wel. Ja. Toestand zeer ernstig. Het slotakkoord is ingezet. Steeds meer zenuwen raken bekneld. Pijn in rechterarm en schouder, maar ook in linkerarm, beide benen en borst. Ik luister goed naar deze laatste klanken nu het nog kan. Ik vraag me ook wel eens af van hoe zou het zijn, hoe zou ik zijn als ik dit soort dingen niet in mijn werk zou hebben. Het zou best kunnen zijn dat ik een heel, misschien wel veel vrolijker mens zou zijn. Als ik nu naar mezelf kijk, vind ik me best af en toe wel somber. Een beetje, ja, toch niet echt een vrolijke Frans. Nou, dat deel, dus in die zin maakt het wel een gigantische inbreuk toch op je leven. Ik kan niet, als ik op vrijdagavond iemand heb laten inslapen, zou ik niet op zaterdag vrolijk carnaval kan gaan vieren. Dat is iets wat, zo zit ik niet in elkaar. Ik heb een paar hele goede vrienden waar ik mee fiets en waar ik mee schaats en noem. Maar ja, ze weten ook af en toe wel van, nou, je moet hem nou maar even met rust laten, want dan moet ik even niks in mijn kop hebben. Dan maalt het. Dan maalt het, ja. En dan zit met elke trap op die fiets en dan zie ik het beeld voor me. Ja. Is er een speciale reden dat je nu komt? Nou, niet echt speciaal, maar ik wil toch wel eens even met je praten zonder Kees erbij. Ja. Van waar we nou een beetje aan toe zijn. Hoe ver het is, of dat kunnen jullie misschien niet zeggen. Maar hij krijgt nu dus sneeuw in zijn longen, zoals de neurologen dat zei. En wat houdt dat in? Nou, ik denk dat ze bedoelt dat er wat vocht in komt. Ja, dat is een beetje. Ja, en dat komt omdat hij, doordat zijn spieren slechter gaan werken, dat hij op een gegeven moment zijn hart niet meer goed gaat doen. Oh. Zijn longen niet meer optimaal werken. Dus hij kan het ook niet weghoesten als er viezigheid in komt. Dus ik denk dat hij inderdaad, dat hij een beetje vocht dan in zijn longen krijgt. En is dat dan heel funest? Als dat erger wordt, dan is dat heel vervelend natuurlijk. Dus want dan heb je kans dat hij een longontsteking krijgt of eroverheen. Of dat hij echt vol loopt met vocht. En dan eigenlijk min of meer dan gaat stikken. Ja, of in ieder geval heel erg benauwd zal gaan worden. Ja. Dat hij vol loopt. Ja, en daarom zei ze denk ik ook van, we houden dat in de gaten. Het is nu nog niet verontrustend. En ik denk ook dat ze ons een seintje geeft dat het fout gaat.
Ja. Dat hij dan kan beslissen van, nou, stikken wil ik niet. Ja. En nu gaan we dus maar een eind aan maken, denk ik. Puur technisch denk ik dat je, ja, kan dat best nog een paar weken duren. Maar zoals ik hem intaxeer op dit moment, vind ik dat het erg snel achteruit is gegaan. Dus hij heeft eigenlijk gezegd dat hij na zijn verjaardag... En dat je wil die 3 maart gaan halen. 3 maart halen, maar ja. Het is voor mij de vraag dat of we dat redden. Of we dat redden. Of hij dat redt. Oh, ja, ja. Dat bedoel ik, ja. Ook, hè? Ja. Ja. Hey. Sorry, hoor. Nee, dat is... ik denk dat dat erbij hoort, toch? Jawel, maar... Ik wil niet altijd janken. Nee. Het gebeurt steeds meer. Ja. Ja, ik kan ook niet alles opkroppen. Nee. Nou, maar ik denk dat dat ook niet hoeft. Ik denk dat je best toch aan Kees... Ben je bang om die emoties te laten zien aan Kees? Dat hoeft toch niet? Nou, niet bang, maar naar. Hij weet al dat ik verdriet heb en dat ik nog meer verdriet misschien krijg. En om me dan ook nog steeds verdrietig te zien, dat vind ik dan weer heel rot. Ja, maar je moet je niet beter gaan voordoen dan je bent. Ik denk dat het voor hem ook niet erg is om toch samen dat stukje door te maken. Dat ontkom je niet, want hij heeft ook zijn verdriet. Hij vindt het ook naar om jou in de steek te laten, ja, denk ik. Ja, dat vindt hij heel erg. Ja, dus dat, en als je, ja, dan zul je toch samen doorheen moeten. Ja, maar het valt niet altijd mee. Nee. Dat ben ik wel een beetje eens met. Aan de andere kant staat wel dat hij voor mijn gevoel nog best, ja, toch nog van geniet. Het is een raar woord. Ja, maar... het is raar. Ik weet wel wat je bedoelt. Het is niet zinloos wat er gebeurt. Nee. Maar goed, ik denk, Antoinette, ik denk dat je... We zullen moeten afwachten om, ja, tot hij aangeeft dat hij niet meer kan. Nee. En ik hoop voor hem dat hij niet te veel last van dat vocht gaat krijgen. Maar ja, dat, ja. Er kunnen allerlei rare dingen gebeuren nu. Ja. Komt dichterbij. Ja. Maar het komt dichterbij. Ja. En snel. Ja. Ja. Dat voel je zo. Ja. Ja, ik denk dat het zo zoetjes aan een beetje ondraaglijk gaat worden. Er zijn natuurlijk wel aardige momenten, maar ik denk dat de nare momenten nu gaan overheersen. Ja. Ja, want verleden week hebben we nog gezellig een borrel gedronken. He, het was best heel leuk eventjes. Nog even gelachen. Ja. Maar dat is nu eventjes... Even niet daar. Het is niet echt vrolijk nu. Maar is het zo dat je er wel achter staat dat je... We hebben toen die euthanasieprocedure gestart, hè? Want dat is voor mij natuurlijk best belangrijk om te weten. Is dat voor jou, sta je daar nog achter of zeg je van, ik laat dat maar, want ik... Nee. Dat is wel duidelijk. Nog meer, ja, nog meer dan eerst staat hij achter. Ja. En je voelt dat niet als een bedreiging, hè? Het is niet zo dat je... Integendeel. Nee. Okay. Meer als een bevrijding waarschijnlijk. Ja. Ja. Een bevrijding.
Dan. Af. Afscheid. Nemen. Is. Ook. Een. Beetje. Beetje. Doodgaan. Ja. En. Hoe is het ook weer? Partieren en morieren, pe. Wat bedoel je? Maar nu is het niet een beetje. Nu is het niet een beetje. Dat is je neemt het ook wel erg letterlijk. Partieren en morieren. Nou ja. Het is niet anders, hè, Kees. Of jij het er erg moeilijk mee hebt. Nou, ik kom hier wel een beetje met lood in mijn schoenen naartoe, ja. Wou je dat we nog lang wachten, Kees? Dan zeg je van, ik wil het... Nou, deze potje voor. Ja, nee, natuurlijk, dat snap ik, maar... Zijn er nog dingen, nee? Het zijn nog dingen die niet uitstellen. Het is al een hele dag wachten eigenlijk, hè? Nou, ik denk voor jullie ook moeilijk was, hè? Zo dat je weet dat ik om 8 uur kom. Ja, even was het moeilijk. Het lijkt ineens heel langzaam te gaan. En dan denk je, god, het is nog zoveel uur. Ja. Gezondheid, zeg je het? Ja. Oh, jullie. Op jullie gezondheid. Bedankt. Laten we het maar niet uitstellen. Als je het wil, Kees, maar voor mij ook morgen, maar ook overmorgen. Gaat het? Ja, een beetje. Hij is wel wat pijn gewend. Prikjes is niet zo. Is het slaapmiddel, hè? Ja. De bedoeling is dan dat je gewoon lekker gaat wegdorren. Er niet gekke dromen van krijgt, maar gewoon slaapt.
Het moet dus opgenomen worden door je bloedbaan. Dus vandaar dat het even een minuutje of vijf, misschien een minuut of tien duurt. Hij is ook moe. Het is goed zo, hè, Kees. Vind je het nu naar als je zo naar hem kijkt? Nee. Het is nu best mooi, hè? Ja. Zo rust, hè? Ja, is heel rustig. Ja. Ja. Nee, omdat je ook niet kan voorstellen dat het straks stopt. Nee. Het is nou zo rustig. Zo ontspannen. Ja, dat is hij zeker. Ja. Moet ik even het andere spul klaarmaken, oké? Ja. Toch nog samen. Nee, Kees. Doen we het toch nog samen. Dan is je heel diep weg, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik zeg al, doen we het toch nog samen. Hoe doet het samen, toch? Nee, samen. We hebben alles samen gedaan. Je doet het ook samen. Alleen kan ik niet mee. Nu. Ik kan niet meegaan. Dat kan niet. Ik moet alleen op stap. Het is ook voor het eerst dat hij alleen op stap gaat. Hij zei zelf, ik ga naar de Melkweg en naar de Grote Beer. Dan weet je waar ik zit. Blijft komisch, hè? Ja. Wanneer zei hij dat? Gisteren. Ik zei gisteren van, god, dan ga je op reis en dan neem je mij niet eens mee. Ik zei, ja, maar ik zal zeggen waar ik naartoe ga. Ik ga naar de Melkweg en naar de Grote Beer. Zo kan je me vinden. Je ziet het een beetje minder worden. Ja, nou, ik zie het snappen. Ja. Dat je... Ja. Kijk maar hier naar de... Ja, kijk hier. Dat je minder gaat. Ja. Is eindelijk afgelopen. Hé? Eindelijk afgelopen.
Nou hoort hij niks meer, hè? Niks. Nee, want hij ademt ook niet meer, hè? Nee. Oh, nee. Dus hij krijgt sowieso natuurlijk toch een zijn ademhaling en alles staat stil en dat hart. Dat zie je dat soms. Zit, dat zit nog een beetje dwars liggen. Het hart kan nog een beetje doorpompen, ja. Nee, ademt niet. Totdat het ook geen zuurstof meer krijgt. Op een gegeven moment houdt het ook op. Ja, hij ademt niet meer. Is afgelopen. Ja. Is goed zo. Hé, is goed zo, hè? Het is goed. Ik denk het wel, ja. Ja, het is... over. Ja, ik geloof het ook. Hoe kan je dat controleren verder? Ik ga zo nog even naar het hart luisteren. Ik zal hem zo mooi neerleggen. Ja, doe dat maar. Ja. Maar is dit verkeerd zo? Is dit zo zag? Is dit... Nee. Ik had me heel wat anders voorgesteld, maar ik vind het mooi zo. Zo heel rustig laten slapen. Steeds dieper, dieper. Dus dat ging toch mooi zo? Heel mooi, heel mooi. Ik heb er niks van gemerkt. Nee. En dat moet ook zo. Het was niet te abrupt. Zo. Nee, nee, nee. Nee, want jij vroeg of we nog even... Maar we hebben zoveel gepraat al. En je weet, Kees is ook als je iets beslist... Dan moet je er niet te lang mee gaan wachten. Mm-hmm. Dan wordt het zo'n emotioneel iets. En dat is het ook al, toch? En dan maar meteen, zo is zijn karakter ook geweest. Dan maar hup, bom. Dat het toch moet gebeuren. Hmm. En dat is nu zo gebeurd. Zo wilde hij dat ook. Ja. Dat ik hem zo een beetje goed ga leggen? Ja, dan ga ik wel daar zitten. Dat is goed. Dan kom ik straks kijken. Dat is goed. Ja? Ja. Nu ga ik even weg. Ah, Alice is als een muziekuitvoering. Ja, zo romantisch. Lieve Antoinette, onze bijna 20 jaren waren ook zeer muzikaal. Er waren dissonanten. Maar de heerlijke klanken die we samen mochten beluisteren waren sterk in de meerderheid. We kunnen terugzien op een heerlijke tijd. Wij die toch een verschillende muzikale waardering hebben, zijn er toch in geslaagd een zeer hecht span te vormen. Ze noemden ons immers de boekensteuner. Ik dank je dat je zoveel voor mij hebt willen geven en zoveel voor mij bent gaan betekenen. Zonder jou was de muzikale uitvoering van veel minder gehalte geweest. Ik hoop dat jij ook net als ik kan zeggen, die periode, les deux, had ik voor geen goud willen missen. Het was een heerlijke tijd dankzij jou. Daarom valt het afscheid mij zo zwaar. Ik hoop dat de herinnering aan deze mooie jaren je voldoende kracht en troost bieden om de eenzaamheid draaglijk te maken. Je dankbare boekensteun. Kees. Goed, hè? Ja, lief. Ja. Wanneer heeft hij dit uitgewerkt? Gisteren. Met heb ik ook 5 uur over gedaan. Maar... Ja, echt waar? Nou, ik kon die vinger niet meer goed op de... Nee. Ik heb het toch nog gedaan. Ja. Mooi. Mooi, hè? Ja.
verhaal heb ik inmiddels van u zo'n beetje gehoord. Ik zal het nog even nalezen straks. Nou, dat is een heel verhaal. Dus het is, gaat het trouwens ook naar de officier van justitie in het medische deel, of niet? Alles gaat naar de officier van justitie. Ja. Ik vind het eigenlijk een bizar idee, maar goed. Ja. Dat het een niet-arts daarover gaat oordelen, maar... Het is de procedure en dat... Het komt helemaal ter inzage van justitie. Ja. Ja. Ik zal ook straks hier ter plekke de officier opbellen. Ja. Zoals de gewoonte is. En de zaak even aan hem voorleggen. En dan zal hij al een eerste beslissing nemen over het al of niet vrijgeven van... Akkoord. De overledene. En het adres van hem. Stadionweg. Welk nummer is dat? 37. 37. Goed. Nou, prima. Ik ben de dienstdoende politiearts vanavond en ik wilde een euthanasie melden. Dat is dokter Van Ooyen, Otto IJsbrand, Eduard Nico. Namen Wilfred Sidney. Wilfred Sidney, dat zijn de voornamen. Sidney, Simon, Isaac, Dirk. Nico, Eduard IJsbrand. Geboren 10-10-1948. Goed, uitstekend. Zeg, bedankt. Dag. Goed. Nou, dat is geen bezwaar. Prima, nou, deze papier die zal ik straks invullen. Ik zal alleen nog een formulier achterlaten voor de begrafenisondernemer. Ja, prima. Dat hij weet dat het lijk vrijgegeven wordt en waar hij morgen de papieren op kan halen. Akkoord. Dus ik kan naar de begrafenisondernemer bellen? U mag niet de begrafenisondernemer bellen. Oké. Okay. Nou, bedankt in ieder geval. Ja, sterk. Ik zal je het uitlaten. Doe graag. Goed, sterkte. Dag. De patiënt had meer dan eens gevraagd om een eind aan zijn leven te maken. De arts had beloofd om hem te helpen. Gevoel van de arts. Vermoeidheid overheerst. De slaap zal wel niet komen. Morgen wachten de eerste patiënten.